Sinds 11 januari 2022 is Magda Jansen burgemeester van de gemeente Woudenberg. Nu, bijna een jaar later, zo aan het eind van 2022, is het goed om terug te kijken op het afgelopen bijzondere jaar. 2022 was een bijzonder jaar, zowel voor ons als gemeente als voor Woudenberg zelf. Wij verkeerden echt wel in financieel zwaar weer. Wij stonden onder preventief toezicht van de provincie. En eigenlijk vanaf begin dit jaar is dat toezicht opgeheven dankzij de vele inspanningen die zijn gedaan om het tijd te keren. Begin maart, eind februari brak de oorlog in Oekraïne uit. Daar heeft de Woudenbergse samenleving zich wat mij betreft van haar allerbeste kant laten zien door ook zelf heel veel mensen in huis te nemen. En wij als gemeente hebben meerdere opvanglocaties, zijn wij gestart ook voor Oekraïnse vluchtelingen. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad, we hebben een nieuw college. Er is zo ongelooflijk veel gebeurd in dit jaar, wat tevens ook mijn eerste jaar is als burgemeester. Het is bijna te veel om op te noemen. Even terug naar 11 januari. Ja. Bijzondere dag, denk ik. Ja, heel bijzonder. Ja. Wat maakte dat zo bijzonder, die dag? Ja, het is een dag waar ik heel erg naartoe geleefd heb. Sinds het moment dat bekend werd gemaakt dat ik de nieuwe burgemeester mocht worden van Woudenberg. Er stond eigenlijk ook wel alles in het teken daarvan, zowel werk als privé. En 11 januari was toch wel echt wel het hoogtepunt. Het was ongelooflijk bijzonder om in de kamp geïnstalleerd te worden. Het is om nooit meer te vergeten. Is het ook een jaar geweest waar u Woudenberg echt heeft leren kennen? Ja, dat denk ik wel. Ik ben gestart in coronatijd en dat was nog best wel lastig om te bedenken hoe ga ik nou goed kennis maken met Woudenberg. Alles moest nog op 1,5 meter en met niet al te veel mensen. Toen heb ik al vrij snel bedacht, misschien moet ik maar gewoon ommetjes gaan doen met inwoners. Want dat kan altijd, hè? Daar kan je de 1,5 meter vrij goed waarborgen. En dat was een ongelooflijk succes. Ik begin een beetje nu pas aan het eind te komen van de ommetjes. Er is 1 oproep geweest en daar heb ik dus een heel jaar op kunnen teren. Ja. Dan volgden in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was wel best een verandering. Ja, bij ons in Woudenberg is het eigenlijk een soort stuivertje wisselen geworden. Dus de gemeenteraadsverkiezingen hadden als uitslag dat de SGP de grootste partij is geworden. En zij hebben ook het initiatief genomen vervolgens met in de coalitie onderhandelingen. En nu hebben we een college dat bestaat uit de voormalige oppositiepartijen. Dus dat is eigenlijk voor u als burgemeester, maar ook voor het college en ook voor de raad een hele verandering geweest. Nou ja en nee. Want hoewel de partijen anders zijn geworden, is het niet zo dat er een enorme verandering is, dat alles nu 180 graden anders is geworden. Dus ja, de andere partijen zitten inderdaad in de coalitie, maar ik vind de samenwerking in de raad gaat gewoon ook heel collegiaal. En ikzelf hecht ik daar best ook wel waarde aan, hoor. Dat je als raad, als geheel optreedt, zodat je de goede besluiten kunt nemen voor Woudenberg. Goed besluit moet soms ook wel snel worden genomen. Dan heb ik het over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, acties voor de Oekraïne. Hoe is dat het afgelopen jaar gegaan? Nou, zoals ik net al zei, eigenlijk was het zo dat de Woudenbergse samenleving nog eerder in touw was dan de gemeente. Zij hebben zich in allerijl georganiseerd en ze hebben ook met bussen naar de grens met Oekraïne gegaan om mensen op te halen. En hebben die vervolgens ondergebracht in gastgezinnen. Het onderwijs heeft zich heel snel georganiseerd, zodat de kinderen ook snel naar school konden gaan. En wij als gemeente hebben inmiddels ook meerdere locaties voor Oekraïense vluchtelingen. De een wat groter dan de ander. Omdat wij ook zeker ook onze verantwoordelijkheid wilden nemen. Verder het afgelopen jaar kijkende. Die Oekraïense mensen die hier komen, die brengen natuurlijk verhalen met zich mee. Zijn er ook verhalen die u heeft gehoord waarvan u zegt van nou, daar ben ik van onder de indruk geraakt? Ja, meerdere. Er is een mevrouw die is gevlucht terwijl ze zwanger was. En die heeft vervolgens hier in Nederland haar babytje gekregen. En
ja, als je dan hoort hoe het is om huis en haard achter te laten met een babytje in je buik en dan vervolgens naar een land te gaan waar dat babytje dan geboren wordt. Ze zijn hier ook op kraamvisite geweest. Zij is inmiddels ook in dienst bij ons bij de gemeente Woudenbergen. Want wij kunnen natuurlijk zeker ook met de meerdere vluchtelingen die we hebben ook wel Oekraïens sprekende mensen ook best wel gebruiken. Ja, weet je, deze mensen die hebben een heel speciale plek in ons hart gekregen. Het zijn allemaal mensen van vlees en bloed, met allemaal eigen verhalen. En eigenlijk is het ene verhaal nog verdrietiger dan het andere verhaal. U kwam hier in januari, net was net die toezicht van de provincie was opgehouden. Maar als ik nu aan het einde van het jaar, dan staat Woudenbergen financieel goed voor. Ja en nee. We staan er voor dit jaar best heel goed voor. Maar het is ook wel zo dat dat allemaal incidenteel geld is. Voor de lange termijn is het gewoon nog steeds echt wel afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Die duidelijkheid zouden we ook best wel heel graag willen. Op de lange termijn, welke structurele gelden gaan we nou krijgen? En tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook best heel tevreden dat we het jaar met een positief saldo waarschijnlijk wel gaan afsluiten. Landelijk gezien was een thema wat heel erg heeft geleefd, wonen. Heeft dat ook hier in Woudenberg gespeeld? Ja, in Woudenberg is het echt heel lastig om, zeker als jongeren, om een woning te krijgen. De woningnood gaat ook echt aan Woudenberg niet voorbij. Er wordt natuurlijk in Woudenberg best wel bijgebouwd. Hè? Dus wij bouwen een nieuwe wijk Hoevelaar. En we willen ook heel graag, ook als Hoevelaar klaar is, doorgaan met bouwen. Want wij willen ook heel graag dat Woudenberg beschikbaar blijft voor degenen die in Woudenberg al wonen en op zichzelf willen gaan wonen. Of mensen die hier in Woudenberg zich willen gaan vestigen. Was er ook een moment het afgelopen jaar waarvan u zegt dat zal me altijd bijblijven? Op die 11e januari na dan? Nou, ik denk toch echt wel dat het meest bijzondere moment was dat de eerste Oekraïense vluchtelingen hier kwamen. Want op 11 januari starten je weet best heel goed waar je aan begint. En aan de andere kant had niemand bedacht dat na 5 weken een oorlog op ons eigen continent zou uitbreken. En wij doen dat echt hier ook met hart en ziel. Dus de verhalen en de mensen die ontmoet ik ook persoonlijk. Ja, ik ben burgemeester geworden om iets te betekenen voor een ander. Nou, en dat maakt het dan wel echt heel tastbaar en heel concreet. U zegt van, nou, ik ben burgemeester geworden om. Is dat ook eigenlijk des Woudenbergs? Gewoon naar elkaar omkijken, iets voor elkaar kunnen betekenen? Zo heb ik het wel ervaren, ja. Ja, ik voel me ook, en wij met ons gezin, we voelen ons echt heel thuis in Woudenberg. Ik vind het heel prettig dat de Woudenbergers naar elkaar omkijken. Het is een beetje een soort naberschap, maar dan in Woudenberg. En volgens mij past dat, het past mij in ieder geval goed, ja. Begonnen in coronatijd. Nou ja, als we nu kijken, nou, corona is er nog wel, maar is ver naar de achtergrond, blij ermee? Ja, wie niet zou ik bijna willen zeggen. Ja, volgens mij zijn we allemaal niet gemaakt om op zo'n best wel hevige manier te maken te krijgen met een pandemie. Kijk, en wat nodig is, is nodig. Maar volgens mij is iedereen ook best wel heel blij als dat weer meer naar de achtergrond verdwijnt als dat kan. Ja. Het jaar 2022, samengevat in 5 woorden? Hoi, hoi, hoi. Ik denk wel indrukwekkend. Hoopvol. Ja, goh. Nou, misschien hou ik het maar gewoon op 2. Ik vond het indrukwekkend en heel hoopvol.